De pas 19-jarige Serginho Dest was afgelopen seizoen één van de revelaties bij Ajax. Binnen een mum van tijd veroverde de rechtsback een basisplaats in het eerste. Inmiddels zijn we een jaar verder en stoomt Dest zich klaar voor een nieuw seizoen Ajax 1. Tijd om de balans op te maken. Ja, ik heb vorig jaar mijn debuut gemaakt en heb een heel mooi seizoen achter de rug gehad. En ja, ik kijk echt met trots naar terug, om het zo te zeggen. Ik ben dus talent van het jaar geworden bij Ajax, bij Amerika. En, ik heb Interland gespeeld voor het eerste. Dus ja, ik kan alleen met trots naar terugkijken. Het is echt mooi geweest. Ja. Jammer dat het dan zo abrupt eindigde. Wat vond je daarvan? Dat vond ik heel jammer. Juist precies wanneer mijn generatie, om het zo te zeggen, een beetje doorbreekt. Gebeurt er zoiets in de wereld. Het is wel jammer natuurlijk, want je wil gewoon spelen. En het is niet dat ik per se voel dat ik een paar maanden van mijn ontwikkeling mis. Dat is het niet zo, want je kan ook natuurlijk andere dingen trainen die je niet in teamverband zou kunnen trainen. Maar natuurlijk had je wel liever gespeeld en het seizoen gewoon afgemaakt. Want we wilden kampioen worden en dat is nu ook... eigenlijk alles is voor niks geweest vorig seizoen. Er zit weinig anders op dan hard trainen om er komend seizoen een succes van te maken. En daar is de selectie precies mee bezig. Een week geleden keerde Dest met zijn collega's terug uit Oostenrijk, waar een trainingskamp was belegd. Ah, het was een goed trainingskamp. In de voorbereiding hebben we nog niks verloren, volgens mij. We hebben alles gewonnen, ja. En het was gewoon even een leuke tijd met de boys daar in Oostenrijk. Aan een nieuwe pressing situatie, dus gewoon hoe wij druk zetten. Ik voel gewoon dat ik fit ben. Ik heb afgelopen dinsdag ook tegen Hertha gespeeld. De hele wedstrijd weer na een lange tijd. En ik voelde niet echt verzuring bij mijn benen, om het zo te zeggen. Dus ik denk dat ik gewoon echt fit ben. Ja. Jullie winnen alle wedstrijden met imponerend spel. Wat gaat er nou zo goed? Kan je eens uitleggen wat er allemaal goed gaat in het team? Ik denk wel, maar ja, we spelen gewoon... heel goed samen eigenlijk. Er zijn nieuwe spelers bijgekomen die vinden ook gelijk hun draai in het team. Dus we spelen gewoon heel goed samen. Dus ik denk dat het gewoon is. Ik weet niet wat het is. Maar we nemen het niveau van vorig jaar in ieder geval wel mee. Misschien nog wat beter, ik weet het niet. De Amerikaans international hoopt ook zijn niveau van afgelopen seizoen weer te halen. Maar ziet ook nog voldoende verbeterpunten voor het komende voetbaljaar. Kan ik altijd nog gewoon aan mijn voorzet werken. Ik wil dat die wat dodelijker is, om het zo te zeggen. Aan mijn schot kan ik aan werken. En verdedigend natuurlijk kan ik altijd nog stappen in maken. In Oostenrijk kreeg Dest met zijn collega-verdediger speciale aandacht van niemand minder dan Winston Bogarde. Ja, hij is gewoon bezig met ons over het verdedigen. Dus wanneer we kort moeten zitten, hoe we moeten staan, dat soort dingen. Dus hij probeert ons gewoon positioneel goed neer te zetten. Ja, aankomend seizoen, het gaat hartstikke lekker. Wat zijn je verwachtingen dan? Mijn verwachtingen, ja. Ik heb eigenlijk geen verwachtingen, om het zo te zeggen. Maar ik hoop gewoon dat we als team gewoon iets heel goeds neerzetten. En dat we gewoon kampioen worden. En in de Champions League heel ver komen. Afgelopen seizoen heb je ook veel met Noes moeten strijden om die rechtsbackpositie. Denk je dat dit seizoen weer zo gaat zijn? En hoe is dat voor jou? Ja, natuurlijk denk ik dat dit seizoen weer zo gaat zijn. Het is altijd zo, het is altijd de strijd. We hebben wel gezonde concurrentie. Het is niet dat we vies tegen elkaar doen of iets. We zijn gewoon relaxed tegen elkaar. Maar ja, het is strijden voor je plek. Dus we mogen de beste winnen. Als ik op de bank terechtkom, dan weet ik gewoon dat ik harder moet werken. Afgelopen seizoen werd je dan ook met veel clubs in verband gebracht. Hoe krijg jij dat mee en wat vind je daar dan van? Ja, het is... voor mij, ik speel nu gewoon bij Ajax, dus ik denk natuurlijk aan Ajax. Het is wel natuurlijk leuk dat je al dat soort dingen hoort, maar ja, ik leef wel gewoon bij het moment. En ik moet nog veel verbeteren, dus nu toe speel ik bij Ajax. Dus ik kan nu gewoon hier mijn aandachtspunten verbeteren. En wat later gebeurt, dat zien we dan wel. Ja, wat zijn jouw doelen voor dit seizoen? Voor dit seizoen? Mezelf natuurlijk heel goed ontwikkelen. En ook gewoon met het team veel prijzen pakken. Het liefst alles wat maar kan. En gewoon mezelf ook echt ontwikkelen. Ja. Met wat voor gevoel kijk je naar de komende maanden uit? Een heel goed gevoel. Ik hoop dat die corona het niet verpest. Maar ik heb gewoon weer zin om te spelen. En, je ziet het, we beginnen heel goed, heel sterk. We winnen alles. Dus ik hoop dat we die lijn gewoon vasthouden.